Slim beestje, hoor. Die van jou ziet er zo retarded uit, ouwe. Hey, dames en heren, mijn naam is Joost en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Ark Survival Evolved. Yes! En ik spawn in een houten huisje. Jazeker, dames en heren. Ik heb een houten huisje voor mezelf gebouwd. En hier staat een kistje. En in dit kistje zitten al mijn spulletjes, als jullie kunnen zien. Maar hey, kijk, we hebben allemaal leuke spulletjes, jongens. En wat we ook hebben is een pijlenboog. Die heb ik gevonden, trouwens. Die heb ik zelf nog niet kunnen maken. Die heb ik gevonden van een dood lichaam ergens ooit een keertje. Super cool, hé. En hier ligt, wie is dit? Ik ben een lekker ding. Dat is... zo te zien, een tribe member. Want ik heb namelijk een tribe gemaakt. Dat is Team JSS. Ik zal het even laten zien. Dit is de tribe. En dit zijn de mensen die erin zitten. Er zitten meer mensen in, maar op de een of andere manier staan die niet meer op het lijstje. Maar, wow, what the hell. Maar die gingen we tijdens de livestream, heb ik een tijdje gespeeld. Om in ieder geval dit voor elkaar te krijgen. Ook een bed waar je constant op kan spawnen. Althans, ik kan nou weer op spawnen over 3 minuten. Maar, hey, kijk eens aan. En dit is ons kleine dorpje. En ja, het is echt heel erg knus en knokozy hier. Ik heb hier 3 kistjes met wat spulletjes. Fiona staat hier natuurlijk te chillen, die zo te zien level up kan. Jij kan level up. Ik ga jou even een beetje movement speed geven, alsjeblieft. Fiona, je zit er lekker goed bij. Ik weet niet, dit is wel een nieuwe Fiona, want de vorige Fiona van de vorige aflevering is helaas overleden. Maar we hebben natuurlijk deze Fiona, hè? Oh, poepie. Dat is een mooie Fiona. En dat is een stego, die hier een beetje zit te chillen. Maar hey, dit is dus mijn huisje, dus jullie hebben niet heel veel gemist. En wat jullie gemist hebben, is dat ik in de livestream een paar keer heb gespeeld. En ik heb ervoor gezorgd dat ik in ieder geval dit houten huisje heb. Torch, wat spulletjes om op te leven. Nieuwe Fiona. En dat is het. Ik zal even laten zien wat ik heb. Ik ben nu level 16. En ik heb dit qua engrams. Dus we kunnen wel al redelijk wat maken. Wat we voor nu moeten doen eerst, is eventjes eten gaan verzamelen. Dus ik ga met Fiona op pad. Dus Fiona, let's motherfucking go. En wat we ook voor wil ik doen, als ik zeg maar level up ben, dan wil ik arrows gaan doen. Dat zijn deze. En als ik die arrows heb, dan ga ik zeg maar... dan kan ik daar weer mee gaan hunten, want ik heb al een bow. Dus dat is cool. En over een tijdje, als we level 20 zijn, kunnen we ook potions arrows gaan maken. En dan kunnen we meer van... Oh, wie staat hier? Hallo? Hallo, hallo heren. Wie zijn dit? Het is een skelter. Oh, het is Skelty en Stef. Hallo, jongens. Jullie zitten in de opnames, hallo. Joost, ik weet dat je in de opnames zit, maar zou je misschien een zadel kunnen maken voor mijn dino? Oh, je hebt een dino getemd. Ja, hij heet Batslet. Wat een mooie Batslet. Prachtig. Hey, ik kan er een zadel voor maken als je dat wilt. Hang on. Oké, dan heb ik 80 hide nodig, 50 fiber en 15 wood. Dus we hebben tering voor hide nodig, dus laten we eerst even gaan killen dan. Hier is alvast wat hide. Nice, oké, ik ga even kijken of we in de kist nog wat hide hebben liggen. Oké, we hebben in totaal 15 hide, dus op zich wel netjes. Dus dat zijn in ieder geval 2 tribe members die... Maar we gaan wel op avontuur. Jongens, ga mee, we gaan even wat dino's killen voor hide. Want we hebben wel eten nodig, want dat is allemaal vergaan, zeg maar, in de tijd dat ik uitgelogd ben. Met die hide die we nodig hebben, kunnen we dus een zadeltje maken voor die man. En dan kan hij op zijn dinotje rijden, dat is ook wel cool. Want dan hebben we namelijk 2 dino's in onze tribe. Althans, dat is wel de bedoeling. Als jij nou ook wil meespelen in de tribe, zorg dan eventjes dat je de server joint. Ik zal alle informatie in de beschrijving zetten. Servernaam en de locatie met de coördinaten. En dan kan je zeg maar hier naar ons toe komen. En als je een keertje hier bent, als ik zeg maar in de server zit, dan kan jij meespelen met ons. Dan kan je in de tribe zitten en dan kan je net als Skelty en Stef, die hier ook toevallig rondliepen, wat ik totaal niet heb afgesproken, kan je meespelen. Dat is best wel cool. Ik beuk eventjes deze dilo. Oké, ik vraag me alleen af wat dat looten van die beesten, dat gaat volgens mij niet met dat. Oké, we hebben in ieder geval 1 vlees erbij, dus dat is wel mooi. Ik moet even kijken wat ik allemaal kan killen, want ik kan niet zo heel veel killen met dit beest. Hij is wel sterk, maar niet zo sterk. We gaan gewoon lekker, jongens, met onze... Goeie vriend, gaan wij lekker wat beesten aanvallen. Val hem aan. Oké, hij is neer. Nice. Oké. En dan pakken wij even zijn hide. Kijk, we krijgen in ieder geval wel wat hide. Ik denk dat hide wel het belangrijkste is om te verzamelen in dit geval. Oké, we killen deze Fionia wel. Fionia. Oké, wacht. Fiona, blijf hier. Kom hier, beest. Volgens mij is dit een andere trouwens, maar dat maakt niet uit. Kom op, Basie, hij moet neer. Ga nou niet in het water. Oké, tering piranha's. Altijd moeten die piranha's met weer in de weg zitten. Tering piranha's, kom hier. Ik zit met het beest te vechten. Oké, piranha's neer. Ah, Jesus Christ. Ik ben nog bijna neer. Ik ging nog bijna neer door die kut piranha's. Ik denk niet dat dit veel gaat helpen. Nee, wat is dit? Oh, al mijn kleren zijn stuk. Oh, mijn kleren zijn kapot. Jongens, ik ga even terug naar het kamp. Ik moet even mijn kleren repareren, want dit ga ik niet redden zo. Want mijn kleren zijn allemaal naar de tering. En zonder kleren ga ik nogal snel dood dus. En bij het kamp ga ik dan eventjes snel nieuwe kleren maken. Want anders komen we er niet. En dat is niet de bedoeling.
Want we moeten het wel overleven. Dat is wel fijn, denk ik, als we het overleven. Misschien kan ik deze wel neerhalen. Beter ga je neer. Ga neer. Hij is neer. Nice. Oké. Nu geef me al je eten. Dat is genoeg eten. En nou geef me al je hide. Ik heb je hide nodig. Oké, dat is niet echt heel veel. Maar hey, het is iets. Ga kapot, Dino. Niemand mag jou. En hij is neer. Nice. Ik hoor nog steeds een geluidje van zo'n beest. Oh, daar. Weet je, ga nu neer. Ding, ding. Dank je wel daarvoor. Zo. What the hell? Poepzweet. En... poepzweet. Oh, wacht. Dat waren... dit waren twee lichamen. Of zo. Die zijn hier gewoon dood gegaan. Hé, hey, nou, was gezellig. Doei. Als ze maar lekker liggen daar, oh. Twee lijken. Oké. Hey, Fiona. Je hebt goed gevochten, knul. Ik ben trots op je. Ik ga eventjes mijn spulletjes repareren en dan komt het helemaal goed. Oké, zoals jullie zien, ik heb al mijn items weer helemaal gerepareerd. Hier heb ik alvast een vuurtje neergezet met wat vlees wat lekker aan het koken is. En dat gaat lekker zijn gangetje, zoals jullie zien. En Fiona is ook weer level up, dus ik heb hem wat stamina gegeven, zodat hij wat langer door kan rennen. Want Flippy is wel heel snel buiten adem, helaas. Maar dat maakt niet uit. En op zich is het wel cool. En wat we nu willen doen, is ik wacht eventjes op het vlees totdat het klaar is. Ik ben zelf ook al bijna level up, dus dan kunnen we binnenkort beginnen met de poort. Wat we eerst willen doen, is natuurlijk die saddle maken. Deze, de Parasaur saddle. En wat we daarvoor nodig hebben, is sowieso 15 wood en 80 hide. Dus we moeten nog wel even wat meer dino's killen. En dat is ook wat we gaan doen. We gaan dus meer dino's killen. Misschien is het ook wel mogelijk als we eerst even deze kunnen rekken. Oké, bitch, kom hier. Beter ga je sterven. Ik heb je spullen nodig. Ik heb je spullen nodig. Oh ja, yeah, I killed it. Beter geef je mij heel veel hide. Nul. Goed zo, geef me mijn hide. En oké, even meer ramiet geven dan hide. Maar oké. Hey, het was wat. We hebben in ieder geval wat van hem gekregen. Dat is goed. Dus ik zal al dat overige ramiet wel hierbij gooien. Wil het een beetje lukken hier, oh? Ik heb wel wat meer hide, wacht. Hier, ik heb 20 hide. Oh, chill. Kan hem, jongens. Kill de Fiona. Hé, hey, hij heeft mijn speer. Kom terug, bitch. Hij is neer. Oké, hij loot hem eventjes. Op hide, zo te zien. Oké, ik heb mijn speer weer terug. Nice. Ik heb heel veel. Ja, je zal wel heel veel vlees hebben, ja klopt. Maar we moeten alleen het hide hebben. Het ziet er wel goed uit, jongens. We hebben een goede setup gaande hier, hoor. Laten we eens even kijken hoeveel we nodig hebben voor dit. En we hebben nog 5 hide nodig, jongens. Dus ik en Fiona gaan ervoor. We hebben in ieder geval genoeg vlees. Het wordt alweer bijna nacht, dus ik wil eigenlijk snel nog eventjes 1 beestje killen. Voordat het, zeg maar, te laat is om dat te doen. Want als het nacht is, dan kan het natuurlijk niet meer. Dus ik zie daar nog een dilo lopen. En ik hoop dat we van die dilo voldoende hide krijgen om die saddle te maken. Fuck you, dilo. Oké, bitch. Fiona is niet echt de beste warrior. Ik bedoel, ze killt wel redelijk. Ze killt wel heel snel, maar het is niet echt optimaal. Ja, toppie. We hebben genoeg. Oké. Nice. Dan gaan we nu naar boven toe. Kom hier, Fiona. Oké, aan de kant stegen. Ik moet er langs. Dank u. Oké, we gaan weer naar boven toe. En dan gaan we naar Skelty toe. En dan gaan we hem vertellen dat het gelukt is. Dat we genoeg resources hebben om het zadel te maken. En dan kan hij eindelijk op zijn dinosaurus rijden. En ik hopelijk ook, want het is namelijk een tribe dino. Dus dat is awesome. En dan gaan we, jongens. Bam. Kijk eens naar je badsled. Dat is fucking vet, jongen. Dankjewel. Woehoe! Oké, maar ik wil wel als eerste testrijd maken. Oké, jij maakt als eerste testrijd. Fuck you. Goddammit. Ik ga even een rondje rijden. Woehoe! Oké, dat is best wel awesome. Dit is best wel dope, ouwe. Ja, fucking vet. Gaan we de poort even unlocken. Die staat hieronder ergens. Even zien. Hier, Dinosaur Gateway. Die hebben we nodig, jongens. Bam. We hebben de Dinosaur Gateway geunlocked. En met die kunnen we, zeg maar, een hele muur om ons huis in bouwen. Zodat we daar gewoon genoeg voor hebben. Zodat we daar, zeg maar, gewoon een grote protection hebben kunnen maken. Om hem te maken hebben we 140 wood nodig. 40 stenen. 35 thatch. Wow. Oh ja. Kijk naar deze vette fancy bril dan. Hoi. Scotty, kom eens kijken. Kijk bij Fiona, kijk hoe wijs die is ineens. Kijk hoe slim die is. Slim beest. Slim beestje, hoor. Die van jou ziet er zo retarded uit, ouwe. Oké, jongens, het is zover. Ik heb een gate gemaakt voor onze dinosaurussen. Het heeft heel veel resources gekocht, maar hey, hij is er. Zo, wat vind je hiervan? Mooi. Ja, kijk, daar staat hij, jongens, de deur. Jongens, de deur staat hier al. En we hebben awesome dino's. En dat betekent dat dit het einde is van de aflevering. De volgende aflevering hoop ik dat ik de muur heb en de deur. En dan hebben we ons eigen klein beetje kamp. Vond je deze aflevering leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik je in de volgende aflevering. Elke dinsdag om 7 uur 's avonds terug bij een nieuwe aflevering van
Ark Survival. Later. Ah, het was 3 niet. Fuck. Ik dacht dat het 3 was. Het is sowieso niet 1. Want 1 was de longboard